Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer mijn zelfgemaakte intelligente klei in het goud. En ik heb nu iets bedacht. Ik ga proberen of ik hem met andere soorten klei kan mengen. Daarvoor heb ik Play-Doh. Dan heb ik hier intelligente klei, de zonneschijn. En dan heb ik hier Putty with Glitter. Dat is dan wel geen klei, maar ik dacht ik ga het eens proberen. Ik ga ze één voor één mengen. Daarvoor deel ik hem eventjes op in een paar stukjes. 3 stukjes, zodat er voor elke soort klei of putty een stukje zelfgemaakte klei is. Ik laat een beetje over en dat doe ik terug in het potje waar het in zat. Dan ga ik beginnen met de putty with glitter. Mijn vingers die glitteren ook al en daar pak ik ook een beetje uit. En dan ga ik dat proberen te mengen. Nee, dat is echt helemaal niks. Je kunt het echt totaal niet mixen. Nee, dit blijven gewoon 2 componenten. 2 soorten klei of putty. En die kunnen niet verbinden. Misschien ziet het er anders uit als je de echte intelligente klei gebruikt. Die zit natuurlijk weer erg goed vast, het dekseltje. En hier is helemaal niet zo heel veel meer van over. Dat komt door al die experimenten die we inmiddels hebben gedaan. En helaas is er al een hoop in de mixer beland. Of nou ja, helaas. Misschien ook gelukkig, want het is natuurlijk ook leuk. En we hebben mooie nieuwe creaties ermee kunnen maken. En dan ga ik eens proberen om een stukje daarvan te mengen met mijn intelligente klei. Dit is wel heel stom. Kijk maar, dit gaat echt helemaal niet. Het lijkt alsof het kan, maar uiteindelijk blijft het gewoon weer 2 delen. Nee, dat is niks. Dan doe ik de intelligente klei terug in het potje. En dan probeer ik het uiteindelijk nog even met de Play-Doh klei. Dit is mijn laatste hoop. Play-Doh klei en zelfgemaakte intelligente klei. Nee, ook dit werkt echt totaal niet. Oké, nou ja, dit is mijn conclusie. Mijn intelligente klei, die kun je niet mengen. Ook niet met intelligente klei, niet met putty en niet met Play-Doh klei. Dus die kun je alleen maar onderling mengen als je een andere soort ervan hebt. Nou ja, dat is dan een beetje jammer. Maar helaas, het geeft niks. Het was natuurlijk wel een poging waard. Ik wilde het gewoon eens proberen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog als je het leuk vond. En bekijk ook onze andere video's, de vele andere klei-video's die we hebben. En het recept voor die klei kun je vinden bij do-it-yourself-ideeën. En ja, dat was het dan. Tot de volgende keer. Doei!